Hallo, hallo, met een extra nieuwsuitzending. Welkom bij Meester Crypto, 4 juli 2024. Je vraagt je misschien af van Meester Crypto, wat zie jij er nou uit, hè? Zonder oranje shirt. Maar die draag ik alleen op wedstrijddagen. Ik vind het anders altijd een beetje overdone, zeg maar. Hè? Maar goed, daar gaat het niet over. Niet over het oranje nieuws, daar moet je andere uitzendingen voor kijken. Groot nieuws vandaag. In de week dat Bitcoin dikke diarree heeft gekregen. Overigens, verder volstrekt irrelevant voor de breaking news dat ik voor jullie heb. Ja, er zijn namelijk roze zeevarkentjes gesignaleerd. Nieuw ontdekt, en dan hebben we het dus over transparante zeekomkommers in de Clarion-Clipperton zone. Het gebied tussen Hawaii en Mexico. In de diepzee tussen 3,5 en 5,5 kilometer. Goed hè? Prachtige wezens, of niet dan? Ik hoop dat ze het allemaal goed maken. En wellicht dat ik ze nog eens een bezoekje ga brengen, want freediving, duiken zonder zuurstof, ja, dat is een van mijn vele hobby's. Ja. En natuurlijk kunnen we het ook nog over Bitcoin hebben, als jullie dat per se willen. Al het rood de hele tijd. Wie wordt er niet een beetje depri van? Hè? En dan staat Bitcoin nog maar 21%, meen ik zo, van zijn all-time high vandaan. Even het meetlatje erbij. Nou ja, wat zei ik je. Hè? Maar ik denk dat menig portfolio een stuk lager te noteren valt. Inclusief het mijne, waar ik toch net wat te veel linkjes in heb staan. En ja, die altcoins die doen het aanzienlijk minder goed nog dan Bitcoin. Sommigen zijn weer helemaal teruggevallen naar bearmarkt levels toe. Feit is, sinds half maart hier, dat we deze top hebben bereikt, het all-time high hebben bereikt, zit de klat er een beetje in, stagneren we. En als technisch analist, dan noem je dat een heel gezonde periode van reaccumulatie. Want je moet natuurlijk niet vergeten dat we hier sinds de bearmarkt lows een flinke spurt naar boven hebben gemaakt. 300 en we zaten 78%. En we hadden zeker in één keer helemaal doorgekund. Dan was het zo'n left translated cycle geworden, waar Bob Lucas veel over gesproken heeft. Jullie weten, die volg ik graag. Maar nu het allemaal wat gezonder uitpakt, met eigenlijk een bepaald trappensysteem. Dat zie je hier al, traptreedjes naar boven toe. Hier hebben we in één keer een hele grote traptreden. En dan duurt dit wat langer, hoe langer het duurt. En eigenlijk ook hoe dieper we corrigeren. En zonder een black swan die ons weer helemaal terug gaat brengen. Dat, ja, dat is natuurlijk ook altijd een mogelijkheidje. Maar als we wat dieper corrigeren, verder corrigeren, dat betekent ook meer ruimte, meer brandstof om straks weer door te schieten naar boven toe. En want als je het in het tijdplaatje van de vierjarige marktcyclus plaatst, dan hebben we gewoon nog volop ruimte om deze boelmarkt mooi uit te gaan werken naar interessante nieuwe hoogtes. En dit spel is een spel van mensen die hier gekocht hebben, die winst nemen. Mensen die te hoog gekocht hebben, mensen die op een gegeven moment in paniek raken, hun positie van de hand doen, anderen die het weer dankbaar oprapen, naar boven toe, naar beneden toe, weer balen dat ze hier niet verkocht hebben. Nou ja, het hele verhaal van al die individuele marktparticipanten, groot deel daarvan is gewoon nog altijd retail, ondanks dat je natuurlijk BlackRock en andere partijen die zich op institutionele wijze in deze markt hebben bemoeid. Maar al die emoties, dat is eigenlijk het cumulatief. Dat laat deze hele kaart zien. En ja, de markt, die moet eigenlijk letterlijk bijtanken. Ja, dat zeggen mensen vaak, en letterlijk. Wanneer het juist hartstikke figuurlijk is, dan zeggen ze letterlijk. Nou, ze zeggen niet letterlijk, letterlijk. Oh jawel, dat doen ze wel. Maar dat moeten ze dus niet doen. Hè? Ik word hier letterlijk gek van mezelf, figuurlijk dan. In ieder geval, het niet meteen doorschieten naar die 100k is dus gezond en indicatief voor een meer regulier verloop van de vierjarige marktcyclus. De vierjarige cyclus, die zal mijn inziens niet altijd zo blijven, maar op dit moment, als je kijkt naar de historie, dan is dit wat het is vooralsnog. En wat we hier aan het bouwen zijn, is natuurlijk een periode met heel veel tradinggeschiedenis. Bitcoins die van hand wisselen. En
schieten we straks een keertje naar boven en krijgen we een keer een blow-off top, of hoe de toppen ook mogen uitzien van deze boeren, en we gaan weer een keertje zuidwaarts naar bearmarkt territorium, dan is dit natuurlijk een periode waar je veel support zou kunnen gaan verwachten. Nou, dan kijken we even naar deze reaccumulatie range waar we dan in zitten. En met de range high hier, nou, merk je misschien op, we zijn er iets boven. Maar ik heb het op de weekkaart getypeerd. Nou, en de range low die lag de afgelopen weken, lag hier duidelijk hier. Nou, we zijn lekker erin aan het breken. En we hadden hier eerder al zo'n uitschieter gehad natuurlijk. Vervolgens zijn we daarboven afgesloten. Vorige week ook flink ronde geschoten. Dus sloot af met een mooie hammer candle. En positieve divergentie. Hier de prijs hoger, daar de RSI lager. Dus ja, ik was eigenlijk al mijn boeltje aan het inpakken voor het vervolg van de boelmarkt. Maar heel belangrijk altijd, als je zo'n candle hebt geprint, dan is de vervolgcandle, nou, die gaat echt de richting bepalen. Dat zie je, hè. Ik heb hier al in het klein geschreven, volgende bushalte, hè, als een station waar, nou hier hebben we eventjes gestagneerd, dus dan zou je kunnen verwachten dat we daar mogelijk gaan opnieuw gaan stagneren, hè, zoals we hier ook daar even hebben gezeten. Lijntje heb ik hier nog getrokken, hier is ook nog wel wat te verwachten. En ik kan me ook voorstellen, als we hier deze wik gezet hebben, dat we daar juist weer iets gaan onderwikken. Want wat er altijd gebeurt, stel je mensen voor die een miljard aan bitcoin, niet een miljard bitcoin, maar van een miljard dollar aan bitcoin willen opkopen. Die doen soms het tegenovergestelde. Die dumpen hun bitcoins. En ze weten erbij, daar kun je on-chain metrics op terug bekijken. Ze weten hoeveel bitcoins ze moeten dumpen om de prijs onder een bepaald niveau te krijgen. En ja, onder dat niveau worden stoplosses bijvoorbeeld getriggerd, hè, automatische verkopen. Je krijgt retail die in paniek raakt, want die hadden hier een stoploss staan onder dit wikje. En dan gaat de prijs er net iets onder. En ze raken in paniek en verkopen hun boeltje. En dan ontstaat daar een pool van liquiditeit van bitcoins die vrijkomen, voorheen nog vastzaten in die wallets, die vrijkomen, opgeraapt kunnen worden door die slimme en al zo rijke whales. Dus ja, dat zou heel goed kunnen gebeuren richting dit lijntje toe. Of de volgende bushalte, zoals ik die heb bestempeld. Ja, en dan dalen we door. Ja. En kijken we naar deze higher low ten opzichte van daar. En hoe de RSI er toen bij lag. Nou, dat zat hier tegen overbod territorium aan. We zijn nu aan het zakken naar een bepaald, ja, wie zal het zeggen waar. Laten we even deze lijn of de volgende bushalte aanhouden. Dan zou dat toch een behoorlijke positieve divergentie worden. Want de RSI is hier al een heel stuk lager. Je wil de RSI wel weer omhoog zien krullen naar boven toe. En hier wil je een bodem geformeerd zien. Natuurlijk wil je wat bevestiging krijgen dat daar een bodem gezet is. Maar ja, zover is het op dit moment nog niet. Ik denk dat we nog een beetje lager gaan schieten naar daar. Of wellicht helemaal naar de volgende bushalte toe. Ja, opmerkelijk is trouwens hoe laag het vertrouwen, hoe laag het sentiment is en de afgelopen weken eigenlijk al was. Terwijl we nog thans helemaal niet zo ver van het all-time high aan het stabiliseren waren. Ja, dus als je je afvraagt, was dit nu de top? Ja, niemand is bearish, negatief, wanneer de top is. Iedereen wil juist aan boord. Nou, van dat sentiment is hier niet bepaald sprake van geweest. Ja. En zoom je wat uit, ik liet het al zien in de vorige video, een dikke cup and handle. En dit is het handvatje van cup and handle. En even, je moet een beetje de diepte, van het cupje, van de beker. En je plak hier boven de hendeltje en dan zie je waar bitcoin kan geraken als uitbraak van zo'n patroon. Inmiddels, ja, dit is een beetje hoe somber het kan zijn, hè? Maar zolang we hier in dit hendeltje blijven, nou, dan is dat een mooi teken, mensen, voor een dik groen feest in het tweede deel van 2024. Ja, dat is een beetje hopium die bitcoinhouders natuurlijk goed kunnen gebruiken. Maar ja, wie het nog meer kunnen gebruiken, dat zijn de altcoinhouders, hè. In dit deel van de cyclus waren altcoins aanmerkelijk zwakker dan bitcoin. Menigeen die wanhoopt al en denkt dat het niks meer gaat worden. Maar ja, dat is doorgaans het moment om te kopen, mensen. Kijk hier naar de altcoin index. Zaten er op 27, heel dicht bij bitcoin season. En als we dik in altcoin season hierboven zitten,
is een moment om wat van de hand te gaan doen naar Bitcoin toe. We zitten juist in Bitcoin season. Dan is dat het tegendeel het geval. Moet je nu meteen altcoins kopen? Nou, dat weten jullie mensen, dat moet je natuurlijk niet doen. En dan wijs ik er even terug aan wat ik zo even zei. We moeten eerst natuurlijk een bodem weer zien voor Bitcoin. Die higher, low, divergentie die zichtbaar is. Er moet weer een richting zijn die naar boven toe wijst. En op dit moment is het catching falling knives. Hè? Dat wil je niet, een mes dat naar beneden valt. En zo zien altcoins, zo ziet Bitcoin er over de gehele linie uit. Nee, maar laat Bitcoin de bodem zien, dan is dit wel een heel gunstig moment om de juiste altcoins op te gaan rapen. En met de wind in de rug van de Global Liquidity Index, en je ziet dat die door de jaren heen in het tij wat gevoed wordt door quantitative easing, quantitative tightening, het omhoog doen van de rente, naar beneden doen van de rente, zitten we nu in deze periode waarin je, als je deze app en vloed, als die zich gaat doorzetten, dan kun je eigenlijk al voorspellen dat er meer liquiditeit wereldwijd is, global in de economie gaat geraken. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, presidentsverkiezingen komen eraan. Dan kunnen de democraten natuurlijk niet hebben dat er een hartstikke recessie over Amerika heen ligt. En dat dreigt volop en die kun je verder nog uitstellen door geld in de economie te pompen. En niet dat Biden het anders wel nog gaat redden. Maar mogelijk komt er een heel andere. Trump die wil meer lichten op groen hebben voor crypto. Gary Gensler die mag straks zijn schoenen gaan poetsen, denk ik. Hè. Die moet een ander baantje hebben. De SEC die wil de consensus aanklagen. Werd teruggefloten. Het tij is daar ook aan het keren. Of je nu republikein of democraat bent. En linksom of rechtsom, de Amerikaanse politiek, die drukt wel met name zijn stempel op de wereldpolitiek en ook andere economieën, natiestaten, die kijken vaak af bij wat er qua regulering in Amerika gebeurt. Het tij is aan het keren. Ja, maar niet alles zal zomaar omhoog gaan. Hè. Er zijn al meer dan 1 miljoen aan altcoins en iedere idioot, dat is ook een meester cryptocoin, kan zijn eigen muntje drukken. Waarbij ik wel nog, voor de mensen die de achtergrond daarvan niet kennen, A, ik heb het niet zelf gedaan destijds, en B, er is niemand meer rekt geraakt of zo, hè, zoals met heel veel andere memecoins wel gebeurt. Het is heel duidelijk gecommuniceerd dat het flauwekul was, en om te laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is. Maar ja, meer dan 1 miljoen altcoins, troep, troep, troep. Natuurlijk gaan die niet allemaal omhoog straks wanneer er een alt-season is. Al is dat altijd een ander alt-season als het heilige alt-season van 2017 natuurlijk. Ja, al is het maar omdat nu maar 5, 3, 2%, hè, ik zei al hoeveel altcoins er zijn, een aantal procent van die altcoins, die zal de weg omhoog dan weer voor een goede gaan vinden. En moet je natuurlijk op kwaliteit inzetten, en je moet inzetten op wat op dat moment het leidende verhaal is. Hè, zoals het afgelopen half jaar waren dat echt wel die memecoins. Dus in de juiste paar procent zitten, daar is dan het grote geld te halen. En mijn non-playable coin bijvoorbeeld, die memecoin, daar heb ik een video over gemaakt laat. Die deed het eerst nog even goed door naar boven. Maar ja, als alles naar beneden gaat, dan zakt dat natuurlijk ook als een plumpudding in elkaar. Hè? Dus dat heb ik ook weer even gelaten wat het was. En wellicht koop ik die op het juiste moment nog terug. Overigens ook, hè, om even goed van de hak op de tak te gaan. Dat is altijd erg belangrijk. Even terug naar Amerika. Daar hebben ze, je kent de Amerikaanse staatsschuld, hè, boven de 34 biljoen. Ja, dan moet het een en ander weer van herfinancierd worden. Leningen zijn afgesloten tegen hele lage rentes die de afgelopen jaren golden. Dat gaat nu aanmerkelijk hogere rentes worden. Dus dat betekent dat de rentebetaling die de VS moet gaan doen enorm veel hoger, zeker onbetaalbaar gaat worden. Er is ontzettende politieke druk op de Fed om die rentes ook naar beneden te doen krijgen. Opdat die leningen tegen goedkopere rentes gefinancierd kunnen gaan worden. Goedkoper dan wat de rentestand nu ook is. Dus dat past nog meer naar dat plaatje van die Global Liquidity Index. Goed. Rente moet omlaag. De kraan die moet open. We zijn nog ver van de top. Kijken we bijvoorbeeld naar de PE cycle. Nou, je weet dat oranje lijntje moet de groene gaan raken. Tenminste, zo is het in het verleden bij iedere top geweest. Om die echte top
aan te merken. Nou, daar is nog totaal geen sprake van. Of kijk naar de MVRVZ-score. Nou, ik gooi mezelf even hier naar beneden. Deze neemt de prijs van iedere bitcoin wanneer die voor het laatst verplaatst was van een wallet naar een andere wallet toe. En de indicator die berekent het gemiddelde van al die prijzen en vermenigvuldigt ze met het totaal aantal bitcoin in circulatie. En de MVRVZ-score die is op dit moment, nou je ziet het staan, 1.72. En de markt topte voorheen, nou wanneer we hier in dit rode gebied of zelfs door het rode gebied stoten. En ja, dan heb je een MVRVZ-score van 7 of hier, wat is het hier op de top geweest, zelfs 10. Nou ja, daar zijn we nog heel erg ver vandaan. Stock to flow, maar dan kan ik mezelf wel weer terug gaan zetten. Hadden jullie hem al gemist? Stock to flow. Heel veel mensen hebben inmiddels al verguisd en plan B, belachelijk. Ja, ik ben altijd dit model aan blijven houden eigenlijk in mijn hoofd. Al gaat ook dit model een keer breken. Stock to flow, je laat het aantal beschikbare bitcoins zien, vergeleken met wat er ieder jaar aan nieuwe bitcoins bijkomt. En voorspelt daarmee waar de volgende top zich zal bevinden. In dit geval wil ik het toch eerst zien en geloven, maar ik wil het heel, heel graag geloven. Want het stock-to-flow model, je ziet de prijs staan, dan zitten we op 4,5 ton bitcoin in, wanneer, volgens stock-to-flow, om en nabij maart 2025. Ja, het lijkt er niet op nu. Het model gaat een keer breken, we gaan het zien. Maar mensen, één stapje tegelijk. Deze maand kaas is om van te kotsen. Kijk eens hier, daar willen we echt niet onder eindigen deze maand. We hebben natuurlijk nog wel even in juli te gaan. Hè. Ook op de 3 maanden ziet dit er spuuglelijk uit. En daar zitten we ook nog onder. Dit moet een wikje gaan worden. Dat is allemaal erg belangrijk voor marktstructuur, voor vertrouwen. En het vertrouwen, met name bij retail, is natuurlijk hier en daar wat broos geworden. Maar let op dat grote macroklimaat waarin Bitcoin zich bevindt. De liquiditeit die terug gaat stromen. De plek waar we in de marktcyclus zitten. Ik denk niet dat je hier nu heel erg van in je broek moet gaan poepen. Ten slotte, nog wat wijze woorden van deze crypto guru. Inclusief hypnotiserend Indisch achtergrondgepingel. Maar laat de rest van deze video je geen zand in de ogen gestrooid hebben. Focus op wat echt belangrijk is. Het nieuws van het jaar ging natuurlijk over de vondst van de roze varkentjes in de Clarion Clipperton zone. Kom met me mee als je wilt. Neem meteen je boot mee, want die heb ik zelf nog helemaal niet. Fuck crypto. You don't need anxiety. Before you bought the bullshit fantasy coin, your life was good. But then you made some money and became greedy. Now the bullshit coin is fucked. And nobody can tell you when it is going to be unfucked. Even the motherfucker who convinced you to buy the bullshit coin, who told you that it is going to be the next big thing, that motherfucker is nowhere to be found. You are on your own. And all you can do is cry about it in the shower and hope and believe that your bullshit coin will go up in price again so that you can sell it and make some money and buy some more and then get fucked all over again. That is crypto. Prachtig toch, hè? Mensen, wees klaar voor roerige tijden en let goed op je portfolio. Doei.